Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland. De dikste over het noorden. In het zuiden komen misschien ook een paar opklaringen voor. Het blijft overigens wel op de meeste plaatsen droog. En vanochtend is het 1 tot 5 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag neemt de wind nog wat toe. Blijft uit het zuidwesten waaien en kan langs de kust af en toe vrij krachtig zijn. Windkracht 5. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden, met de dikste wolken in het noorden. Misschien een spatje motregen, maar veel stelt dat niet voor. En ook vanavond verandert er wat dat betreft heel weinig. Temperaturen dalen wel, maar het gaat niet zo heel snel. Komende nacht zit er geen vorst meer in het vat. Dan naar morgen een dag met opnieuw vrij veel wolkenvelden. Als het wat opklaart is dat in het zuiden en misschien in het midden. In het noorden kan een spatje motregen vallen en het is vrij zacht, 8 tot 10 graden. En die hoge temperaturen houden we ook de dagen daarna vast, 8 tot 10 graden op veel plaatsen met vrijdag wolkenvelden, net als zaterdag. Misschien een spatje motregen en die kans op regen is wat groter laat op de zaterdag en vroeg op de zondag. Maar in de loop van zondag komt er ook wel weer wat zon in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.